Vinke is een pionier op het vlak van biomassaverbranding. De installaties die het bedrijf onder meer in Harelbeke maakt, leveren groene energie voor projecten over heel de wereld. Onlangs sloot Vinke een aantal grote contracten af op nieuwe markten. We zijn eigenlijk al heel lange tijd in Azië actief, maar toch hebben wij dit jaar een eerste bestelling in Zuid-Korea. Zuid-Korea is een nieuwe markt voor Vinke. Vorig jaar, de nieuwe markten in Vinke waren nu Vietnam en Marokko. Wat dit jaar lijkt te gebeuren, is dat Oost-Europa weer aanpakt. We hebben nu een project in Polen verkocht. En ik heb nu net Peter Vinke aan de telefoon gehad, die een bestelling voor Wit-Rusland heeft genoteerd. En dat is ook onze eerste. 2011 is dus goed begonnen voor Vinke. Na amper 2 maanden zijn er bijna evenveel orders als in heel 2010. Als we eigenlijk alles samen optellen en als die contracten hier ook officieel geregistreerd worden als een order, dan spreken we al van 45 miljoen. En we zijn inderdaad nog maar 15 februari. We hebben een target opgezet van een orders voor meer dan 60 miljoen dit jaar. Als we kijken wat er nu al binnen is, dan lijken we dat serieus te overtreffen. Maar toch gaan we dat gecontroleerd doen. Kijken wat de organisatie aan kan. Want wat heel belangrijk is op lange termijn, is dat wij blijvende projecten opleveren met garantie op kwaliteit. Het succes van Vinke zit net in die hoge kwaliteit van de installaties. Veel bedrijven starten dan ook meerdere projecten op bij Vinke. Het valt ons nu wel op dat de orders die we nu binnenkrijgen, dat er daar heel veel repeat orders zijn. Dus dat zijn klanten die, bij wie dat wij recentelijk ook installaties hebben gebouwd, die zeer tevreden zijn met de oplevering en die eigenlijk niet twijfelen voor een volgend order. Om de vraag te kunnen bijhouden is Vinke ook bezig met uitbreiding. Onder meer in Harelbeke vinden momenteel verbouwingen plaats.